Voor onze backside test waren we weer te gast bij het Alberghaus in Zuurs. En daar hebben we 3 categorieën skis getest. We hebben dikke poederbakken getest voor de hele diepe dagen. We hebben freeride skis getest die wat allrounder zijn. En we hebben lichtgewicht skis getest. En dat is een nieuwe categorie die heel innovatief is. Dit is de test van de poederskis, de dikke bakken. De meeste mensen hebben zo'n ski echt voor de bij, niet als enige ski. Het is echt bedoeld voor de dagen met diepe poeder en als je geluk hebt vanuit de heli. We hebben 3 interessante modellen eruit gepakt. De eerste is de Vulcal 3. Vulcal 3 volledig gerokkerd. De binding staat niet zo centraal en het is een ski, het is een echte poederski. En poeder is ook eigenlijk het enige wat hij kan. Hij heeft dan een fantastische float, is heel speels te skiën. Heel makkelijk, zelfs in een dicht bos zou je hem goed kunnen skiën, ondanks zijn enorme wijde heupen. Maar daarbuiten houdt het al snel op. Zelfs verspoorde sneeuw vindt hij lastig en als het hard wordt, dan heeft hij er eigenlijk al niks meer te zoeken. In de poeder een absolute topper. De Line Sick Day, ook zo'n brede jongen, veel rocker erin. Binding redelijk gecentreerd, maar het is geen speelse ski. Het is echt een lijnenski en hij eist van zijn berijder wel een goede alpine centrale houding. Maar dan kun je er ongegeneerd op knallen. Hij is stabiel, hij geeft vertrouwen en laat je die lange Alaska lijnen rijden. Als laatste hebben we de Salomon Rocker 2 108. Een ski die eigenlijk te smal is voor deze categorie, maar wat een kwaliteit heeft dat ding. Hij kan eigenlijk alles. Ondanks zijn geringe breedte is de float toch heel erg goed. Hij is speels, hij kan carven, hij kan roetsen, hij float goed, hij is vergevingsgezind. Prima demping. Ja, toch een toppertje, ondanks dat hij smal is. Wil je resultaten van meer poederbakken lezen, prijzen bekijken, technische gegevens? Ga dan naar wintersport.nl.